Goedemiddag, we zijn bij de kantoor van Pascal Wevers. Ik ga vandaag interviewen en kijk mee straks wat de interview gaat brengen voor u. Goedemiddag Pascal, zou je misschien kunnen voorstellen wie je bent? Ja, ik ben Pascal Wevers, ben getrouwd met Nathalie Wevers. Ik heb 4 kinderen, ik run samen met iemand een accountskantoor, dus nu al een jaar of 6 samen. Daarvoor had hij het eerst in bezit, dus een jaar of 12 denk ik in totaal. Dus nu runnen we het al 6 jaar samen. Ja, dat betekent dat we een inkijk hebben bij heel veel bedrijven. Dus dan hebben we het over een paar honderden en dat is dus wat ik doe voor beroep. Mooi. Ik zag ook wel eens een afkorting WNI. Ik was wel een beetje benieuwd naar de afkorting. Zou je misschien daar wat kunnen uitleggen daarin? Ja, dat is de naam van mijn eigen bedrijf. Dat is Wijsheid en Inzicht. Dat is de afkorting. Omdat ik geloof dat die principes de eerste wijsheid van boven ontvangt. Waarmee je de inzicht vergadert die je nodig hebt. Ook voor je financiën, maar ook voor meerdere aspecten in je leven. Dus... Mooi. Een hele mooie afkorting in ieder geval. Dank je. Mijn vraag is, hoe combineer jij je gezin en je werk en je geloof? Hoe ik dat combineer is op basis van een principe die we altijd al gehanteerd hebben. En dat is een principe waarin we leven vanuit balans. Soms heeft je werk en de kerk meer tijd nodig, dus daar gaat dan je aandacht aan. Maar ik geloof dat als je alles in balans houdt, ook je gezinsleven, dan kun je dat goed combineren. Dus ik kies er ook voor om 's avonds naar huis te gaan en mijn kinderen in bed te stoppen. In plaats van dat ik doorwerk, en dat doe ik bewust, zodat de kinderen later niet kunnen zeggen, papa was nooit thuis. Mooi. Dus vandaar dat ik dat doe. Nou, datzelfde geldt zakelijk. Ik denk dat je zakelijk best hard kan werken. Maar wij willen ook afhankelijk zijn van God. In plaats van dat we het op eigen kracht doen. Want we geloven dat Hij het voorziet en dat zien wij nu altijd terug. Dus wij werken wel hard. Want dat moet ook. Maar wij zoeken wat minder hard. En dat laten we God mooi doen. Ja, ik weet dat je 4 kinderen hebt. Maar is het niet zwaar in hele combinatie bij elkaar? Of is het te doen? Dat hanteert een beetje, dat heeft te maken dus met die balans. Want als je, de ene keer heeft mijn gezin meer tijd nodig en dan zorg ik dat ik daar meer voor ben. Hè, de ene keer heeft dat kind, we hebben natuurlijk van alle leeftijden wat. De oudste heeft iets minder aandacht nodig, maar de jongste is natuurlijk, die is nog een half jaar. De volle aandacht. Dus die heeft de volle aandacht nodig. Nou, dat betekent dat de rest iets tekort komt. Dus dan moet je ergens gaan compenseren. Dus dan zorgen dat je uitjes doet met de andere kinderen. In vakantie is het een mooie tijd om ze mee te nemen hier naar kantoor. Jullie hebben nu een deel van mijn kantoor gezien. Ja. We zitten hier in de spreekkamer. Dus mijn oudste vindt het hartstikke leuk om hierheen te gaan. Het is midden in de stad. En hij kan hier mooie filmpjes kijken en alles pakken. Een potje tafeltennissen. Tafeltennissen, inderdaad. Ja, dus zo combineer je dat ook een beetje. Dat je ze wel betrekt bij wat je doet. En de oudste die begrijpt al een beetje wat je doet. Maar hij denkt dat ik gewoon heel veel mensen help. Nou, dat klopt ook wel. Alleen is het natuurlijk een ander niveau denkt. Wat hij denkt, precies. Ja. Ja. Hey, mooi. En
Hoe sta je in je geloof met het hele je denkwijze erover in Gods principes daarin? Hoe pas jij daarin toe? In hele combinatie. En naar de kerk gaan en dienstbaar zijn voor de gemeente. Ja, wij hebben er bewust voor gekozen om tijd apart te zetten voor de kerk. Dus in onze bediening. En Nathalie doet heel veel vrouwenwerk. Ik ben betrokken bij het Huis van Toerusting en nog meerdere takken. Maar we hebben wel gezegd dat we dat ook bewaken. Hè, die balans daarin houden. Maar dat we daar zeer zeker tijd voor gewoon vrijzetten. Dus bewijzen van dat we Gods agenda eigenlijk openen. Hè? Dus onze eigen agenda die halen we helemaal leeg. En dan gaan we een andere volgorde erin zetten wat God belangrijk zou vinden. En ik geloof dat hij het zeer belangrijk vindt dat je bouwt aan zijn huis. Dus vandaar dat wij daar de prioriteit ook in hebben om dat te doen. En een of andere manier merken we dat als we dat doen en ook de balans in thuis gewoon goed hebben en zakelijk. Dat het gewoon lekker loopt. Heel mooi. Hele grote bemoediging ook, denk ik, voor vele mensen, hè, die toch een balans moeten gaan zoeken in een gezin, geloof en je werk. Ik denk dat een hele mooi voorbeeld hiervan is. Ja. Dankjewel. Ik wil je toch een volgende vraag vragen. Dat gaat eigenlijk over geld wordt gezien als een zegen of een vloek. Heb jij daar een bedenking daarover, je overdenking daarover? Ja, nou, ten eerste moet je beseffen wat geld dan voor je is. Want wat ik al zei, we zien natuurlijk heel veel geld, elke dag. De vraag is welke plek geld heeft in je leven. Want in de Bijbel staat dat niet geld, maar geldzucht een bron van kwaad is. En als je daarnaar kijkt, dan gaat het dus over het verschaffen van veel meer geld. Dat je eerste doel is. Mm. Nou, en als je dat doet, dan zul je wel merken dat geld een hele andere, soms een zegen kan zijn, maar ook een vloek. Want als je het niet meer hebt, dan is het een vloek. En als je het wel hebt, is het een zegen. Oké. Maar vind je, eigenlijk is het niet erg om rijk te zijn? Nee, zeker niet. Alleen, ik geloof dat God dat ook geeft. Alleen de vraag is dan wat je ermee doet. We hebben het gehad over wijsheid en inzicht. Ja. Als jij die wijsheid krijgt van boven en je weet dat er binnenkomt en je krijgt veel geld binnen, dan is het nog belangrijker om te zien waar je het aan uitgeeft. Want er zijn genoeg verhalen in de Bijbel, hè, dat een vrouw zelfs heel weinig gaf, waarin Jezus zei, maar ze geeft meer dan wat jij geeft, gemiddeld. Dus ja, ik denk dat het heel erg gaat om je hart. Waarom geef je wat en waarom krijg je die rijkdom? Want die rijkdom, of geld, die krijg je ook van boven. Dus wat doe je er dan mee? Dus nee, ik vind het niet verkeerd om rijk te zijn. Nee. Alleen dan nog blijft de vraag, bewaak je hart en wat doe je ermee? Ja, heel mooi. Pascal, je zit natuurlijk in de financiële wereld. Ja. Wat voor een tip zou je ons geven om ons financiële goed te beheren? Zakelijk of privé? Nou, laten we het gewoon privé doen. Ja, privé is natuurlijk anders dan zakelijk. Alleen, ik denk dat het begint bij inzicht krijgen wat eruit gaat. Hoeveel erin komt. Maar ook, waar gaat het naartoe? En hoe wil je, wat is voor jou belangrijk waar je geld naartoe gaat? Want iedereen is anders. Dat is bij bedrijven ook zo. Elk bedrijf is weer anders. Dus er is geen één gouden tip waardoor je iets kan verschaffen. Alleen het begint wel bij inzichtelijk maken en daar goed over na gaan denken. Van wat heb ik nodig en wat wil je überhaupt bereiken? Dus als je gaat sparen ergens voor, dan snap je al dat je daar geld voor apart moet leggen. Maar dan moet je wel weten dat die ruimte er is. En heb je die ruimte niet, dan wordt het misschien tijd dat het een gebedszaak wordt. En dat je daar serieus ernst mee maakt. Want onwetendheid is de grootste valkuil voor je financiën, zakelijk en privé. Als je niet weet waar wat naartoe gaat, dan weet je ook niet wat je eventueel kan doen. Dus persoonlijk, ik zit natuurlijk in de financiën, maar persoonlijk zie ik het heel erg, omdat ik heel veel overzicht hou, zie ik ook heel erg hoe God daar doorheen beweegt. Doordat je het inzicht houdt, zie je wat God aan het doen is. Dus waar die in één keer wat toestroomt of waar je, nou zakelijk, waar in één keer klanten terechtkomen. Waar we geen moeite voor doen, die gewoon aankomen waaien.
En dan zien we in één keer dat het precies bedragen zijn die we misschien wel ergens nodig hebben of om ons doel toch te bereiken. En ik geloof dat het privé ook zo is. Privé zie ik dat ook, omdat ik, wij geven natuurlijk aan onze eigen, aan de kerk, aan de banier. En wij zien dat daar de zegen van het tiende principe zien we zeker terugkomen. Maar ook dat is een hartskwestie. Dus als je hart goed gesteld is daarin, dan mag je ook zeer zeker geloven dat God voor je gaat zorgen. Maar dat betekent niet dat je geen inzicht moet hebben. Mooi, maar vind je het ook heel belangrijk om spaarpotjes te maken? Dat varieert. Als je zegt van oké, ik wil daarvoor sparen, ik wil daarvoor sparen. Weet je, voor een leek om spaarpotjes maken. Ja. Of zeg je van... Ja, dat varieert in welk seizoen je zit. Ja, in de Bijbel heb je ook een aantal verhalen waar je dat in terugziet. Dat je de 7 jaren, de 7 magere jaren en de 7 vette jaren... Nou, de 7 vette jaren waren vooraf, hè? Niet achteraf. Dus die vette jaren, daar hebben ze eigenlijk gespaard. En als je spaart, weet je dat je die 7 magere jaren datzelfde kan doen. Nou, en daar geloof ik wel in. Van als jij in een seizoen zit waar je gewoon goed rond kan komen, dan is dat heel verstandig om daarover na te denken. Van ga ik spaarpotjes maken voor de kinderen bijvoorbeeld? Hè? Of ik heb 4 kinderen, dus wij hebben ook spaarpotjes voor onze kinderen. Nou, daar zijn we heel dankbaar voor dat het kan. Alleen, je moet het wel doen. Het geld is sneller op aan andere dingen dan dat je het apart zet. Het is, je hebt meerdere systemen daarvoor en dat begint dus inderdaad bij inzicht. Als je een potje hebt die je alleen maar op kan maken, dan is het toch echt op. Maar als je al weet van nee, dat mag ik niet opmaken, dat is mijn spaarpot. Hè, of dat gaat ergens anders naartoe. Een of andere manier werkt het zo dat je er dan ook niet meer aankomt. Dus ja, dat is gewoon leven hè, met wat je hebt in principe. Alleen, dus potjes zijn op zich, spaarpotjes ben ik wel voor. Alleen moet het wel kunnen. Het moet wel binnen je bereik liggen. En vooral weten welk seizoen jij zit. Zit jij in die 7 jaren, of ik noem nou 7, maar in een periode waar het heel goed gaat. Hè, dan mag je daar ook zeer zeker van genieten. Maar misschien is het wel handig om dat apart te zetten. Zodat je, stel je voor dat er iets gebeurt wat iets minder is. Hè, als je 2 werken hebt bijvoorbeeld en eentje raakt de baan kwijt. Dan kun je dat ook goed opvangen. En dan hoef je niet veel in te leveren. Dus dat is het principe eigenlijk van spaarpotjes ook. Dank u wel voor de financiële tip. Alsjeblieft. Dus met andere woorden, met alles en al, als ik ook lees dat Jezus ook recht voor zijn raap was, dat je hart zal liggen bij waar je schat is. En Jezus zegt wat, geef de schat weg en volg mij. Dan vind je de echte rijkdom. Dus... En delen is natuurlijk het belangrijkste om de eeuwigheidswaarde te krijgen. Maar dankjewel voor jou dat je ontoerust in dat stukje financiële. We hopen zeker in de toekomst nog meer van je te horen. Graag gedaan. Dankjewel, Pascal. Graag gedaan. Dit was wel bij Pascal Wevers, bij zijn kantoor. Ik hoop dat je bemoedigd bent en de financiële tip. Ga sparen en blijf sparen. Blijf spaarpotjes maken. En we hopen nog meer van hem te horen. Dankjewel.